Lieve mensen, welkom. Vandaag staat een belangrijk onderwerp bij ons centraal. Nieuwe ronde vaccinaties of injecties, mRNA-injecties, worden uitgedeeld, waarvan de veiligheid nog niet volledig bewezen is. Verschillende artsen uiten hierover hun bezorgdheid. Vandaag heb ik bij mij aan tafel twee jonge dames, Iris de Boer en Magdalena Zambo. Ze gaan met ons praten over de schade die ze hebben opgelopen door deze injecties. En arts Alexander van Walraven gaat zijn medische inzichten met ons hierover delen. Dames en heren, ik ben Shora Vestali en jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Tafel van Vestali. Allereerst wil ik van harte jullie welkom heten. Drie nieuwe gezichten bij mij aan tafel. Arts Alexander van Walraven, Iris de Boer en Magdalena Zambo. Twee jonge dames die helaas vaccinatieschade slachtoffer zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie verhaal. Vandaag zouden wij ook onze jurist aan tafel hebben, Hanno Wiese. Maar hij heeft het last minute helaas moeten afzeggen vanwege omstandigheden. Dus Hanno, we missen je. We hanteren vandaag een andere volgorde die wij normaal hebben bij de Tafel van Vestali. We kijken eerst naar een kort filmpje. Daarna gaan wij naar jouw verhaal luisteren, Magdalena. En vervolgens luisteren wij naar dat van jou. En dan luisteren wij naar wat jij met ons gaat delen als een arts. En dan gaan we met elkaar een gesprek voeren. En tot slot gaan wij een aantal kijkersvragen beantwoorden. En dan zijn we klaar, denk ik. We kijken naar een kort filmpje.